Deze video is mede mogelijk gemaakt door Global Joy Media Groep. Leuk dat jullie er zijn. Ik ga het met jullie hebben over goed doen. 10 kansen voor een betere toekomst. Ik ga het woord Twitter niet proberen te zeggen. Als je dacht dat het daarover zou gaan, dan kan je nu nog weg. Ik ben Hilde Roodhart. Ik ben oprichter van Translator. En ik ben trendwatcher. En de naam Translator, dat heeft ermee te maken dat we niet alleen maar bezig zijn met het onderzoeken van trends, maar dat ik het ook heel erg belangrijk vind dat die trends vertaald worden. En daar, we doen dus dat onderzoek, maar we adviseren, begeleiden bedrijven ook bij dat vertalen van trends. Het was september 2008. En dat was het moment waarop de kredietcrisis echt begon uit te breken. En dat was eigenlijk dus niet zo'n hele fijne tijd. En die is nog steeds niet voorbij. Maar wij kwamen vanaf dat moment natuurlijk al die slechte, negatieve berichten tegen. Maar ook heel veel goed nieuws. Want we zijn met ons onderzoek natuurlijk altijd bezig om trends te zoeken. En we stuiterden op heel veel positieve dingen eigenlijk. En het werd zoveel dat we dat inderdaad maar begonnen te verzamelen. En te publiceren op een weblog die we Project Hope noemden. En we bedachten dat er 10 kansen relevant zouden zijn. En we gingen die dingen die we tegenkwamen eigenlijk ordenen binnen die 10 kansen. En voor we het wisten, binnen een aantal maanden hadden we een aardig gevuld weblog. Dus de aanleiding was die kredietcrisis. En dat was ernstig genoeg. Dat valt niet te ontkennen. Maar we kwamen er tegelijkertijd, naast al het positieve nieuws, kwamen we er ook achter dat al die positieve dingen ook wel heel erg nodig waren. Want al zouden we die kredietcrisis snel kunnen oplossen, dan hadden we nog steeds de crisis op de lange termijn waar we dan aan zouden moeten gaan werken. En wij noemen dat er 4, maar er zijn ook mensen misschien die zeggen het zijn er 5 of 6. Dat doet er ook niet zo heel veel toe. Maar de crisis die wij tegenkwamen, dat is natuurlijk de klimaatcrisis, de energiecrisis, die hangen natuurlijk ook nog met elkaar samen. De voedsel- en watercrisis en de armoedecrisis. Want dat is eigenlijk ook een probleem dat daarmee samenhangt, zou je kunnen zeggen. Dus ik was eigenlijk ook wel heel erg blij met al dat positieve nieuws. Want dat is ook heel erg nodig om ervoor te zorgen dat we na die kredietcrisis nog niet in veel grotere, ernstigere crisis terecht zullen komen. Dus ik vond het ook wel belangrijk om daar iets aan te doen. Ja, rond die tijd kwamen we ook, het was in december 2008, toen was die conferentie in Kopenhagen. En dat gaf mensen ook weer moed en hoop. Mij gaf het ook moed en hoop, want er gingen mensen op elektrische scooters naar Kopenhagen toe. Maar mensen raakten ook al snel teleurgesteld. Want die politici die konden al die problemen niet oplossen. En nog steeds kwamen wij allerlei initiatieven van mensen tegen. Bij kleine bedrijven, bij kleine stichtingen, verenigingen. Ook bij grote organisaties en grote bedrijven. Die eigenlijk al lang bezig waren om die problemen op te lossen. En die overheden misschien ondertussen ook niet meer eens nodig hebben. Dit zijn die 10 kansen. En het zijn niet echt, het zijn niet echt nieuwe trends. Nee, het zijn echt naar ons idee kansen. Kansen voor innovatie eigenlijk ook. Niet alleen maar om problemen op te lossen, maar ook om nieuwe dingen te kunnen gaan doen. En op een gegeven moment hadden we zoveel informatie, zoveel content, dat we dachten, we hebben er een platform voor online. We gaan er ook een boek over maken. Dat hebben we Goed Boek genoemd. En daarin hebben we die kansen ook nog eens een keer uitgelicht op basis van een aantal vragenonderwerpen. Wie, waarom, waar, hoe, wat en web. En we gingen op pad. We gingen praten met mensen. We gingen naar events, sessies, bijeenkomsten, winkels. We gingen naar bedrijven toe om een goed beeld te krijgen van wat die kansen nou precies inhielden. En het bleek al snel op dat weblog en in ons onderzoek dat de top 3, dat zijn deze 3. En dat zal op zich niet zo heel erg verbazingwekkend zijn. Ik zal het nog even kort benoemen. Duurzaam, dat is onbetwiste nummer 1. Daar zitten heel veel onderwerpen hebben daarmee te maken. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die klimaatcrisis en die energiecrisis. Al Gore had gelijk en dat weten we best.
En hoe relevant dat echt is, dat blijkt ook uit dat onderzoek. Dat je, ja, kan je je voorstellen dat er ooit een wereld komt waar er geen vissen meer zijn? Of een wereld waarin geen stoelen meer zijn, omdat er geen plastic meer is, omdat er geen olie meer is. Al die dingen hangen met elkaar samen. En onze wereld zonder olie, die gaat er echt heel erg anders uitzien. Het gaat heel langzaam, maar het gaat ook heel erg radicaal. Tweede kans, bewust. Op zich wel goed nieuws dat dat zo'n grote kans is eigenlijk. Dat gaat over de opvolger van de kritische consument. Dus wat wij noemen de conscious consumer. Of de bewuste consument heet dat inmiddels. Een groeiende groep mensen komt erachter dat, ja, hoe goedkoper de producten zijn, hoe hoger de prijs is die we elders moeten betalen. En we kunnen het ons niet langer meer permitteren om mee te gaan in de wegwerpmaatschappij. Want het afval, dat moet een keertje opgeruimd worden, want het vervuilt onze oceanen. En dat komt op een gegeven moment weer in ons eigen eten terecht. Dus we werken zo aan onze eigen ondergang. We moeten op zoek naar een uitweg uit de consumptiemaatschappij. Verbond is nummer 3. Dat staat hier op dit congres natuurlijk ook enorm in de aandacht. Want dat raakt aan sociale media. Maar het heeft ook een groot belang, een maatschappelijk belang. Dat is ook duidelijk geworden door die kredietcrisis. Als we alleen maar aandacht besteden aan het welzijn of de rijkdom van enkelingen, dan komen we uiteindelijk in zo'n crisis terecht. We moeten meer oog hebben voor het algemene belang. Wie zorgt voor een ander, en dat is ook een mooie conclusie van het boek, wordt er uiteindelijk zelf ook beter van. Goed, dat is de top 3. En ik ga nu niet al die 10 kansen langs. Maar ik heb er drie uitgehaald die ik nog wel de moeite vind. Die ik onderscheidend genoeg vind om aan jullie te vertellen. Want wat kenmerkt heel veel van die ideeën van mensen, van die initiatieven van mensen, dat ze op zoek zijn naar een zinvolle invulling van hun leven. Emiel de Roy van Zuiderwijn, een van de mensen die we tegenkwamen in de media en die we opzochten. Het is een student en hij studeert iets van verpleegzorg, verpleegkunde. En hij heeft als student een organisatie opgezet, Thuiszorg Emiel. En hij is dus eigenlijk een heel niet sexy beroep. De thuiszorg doet hij dat op een hele andere manier. En ze zijn niet bezig met het tellen van minuten, maar ze zijn bezig om mensen in de thuiszorg, de klanten, patiënten, hun eigen regie te laten houden. En daar maken ze ook gebruik bij van allerlei moderne middelen als sociale netwerken. En dat is wat je noemt een zinvol initiatief. Het uitgangspunt is hierbij eigenlijk niet zozeer streven naar materiële rijkdom, maar veel meer naar immateriële rijkdom. Natuurlijk is het, inkomsten moeten wel aanwezig zijn, maar het gaat er ook om, kun je een bepaalde meerwaarde bieden? Kun je ervoor zorgen dat mensen een beter leven krijgen? Want dan levert het voor alle betrokkenen levert het iets op. We gingen naar de Passengers Terminal in Amsterdam voor de Trouw Idealendag, waar heel veel mensen samenkwamen. Mensen die hun eigen projecten hebben opgezet. Kleinschalige, persoonlijke projecten. Om elkaar te ontmoeten en om ideeën uit te wisselen. En er was een prijs aan gekoppeld. Een soort van wedstrijd, de trouw ideale wedstrijd. Ja, dus dat gaat heel erg over bezieling toevoegen. Toevoegen van immateriële waarden. Dingen doen die zinvol zijn voor jezelf en voor anderen. Het plaatje op die schermen goed te zien waarschijnlijk is van de Elephant Parade. Misschien heb je die olifanten wel gezien afgelopen zomer in Amsterdam. Een actie voor het behoud van de Aziatische olifant. Er werden kunstenaars uitgenodigd om die olifanten te beschilderen. En die olifanten werden verloot in een veiling. En het geld kwam natuurlijk ten goede aan de organisatie. Eigenlijk een hele marketing slimme manier van deze organisatie om aandacht te werven, om aandacht te trekken. Ja, Trouw, eigenlijk een bedrijf dat heel erg inspeelt op dat idee. We moeten mensen meer immateriële waarde bieden. We moeten mensen verdieping bieden, zoals we dat letterlijk genoemd hebben. En dat doen ze op heel veel verschillende manieren. Onder andere aan de hand van dit ideale platform.